Hoe is het effect van corona op het niveau van de Nederlandse topsport? We weten allemaal hoe moeilijk het was in die eerste fase waarin die training niet meer kon, niet meer mocht, waarin sporters naar thuissettings werden verwezen. We kennen allemaal de beelden van de balk die bij Sanne Wevers door het raam ging en Daphne Schippers die met haar hond thuis aan het trainen was. Dan vraag je natuurlijk af, waar staat Nederland dan? Wat doet dat met sporters en hoe goed blijven ze trainen? Ik herinner me een gesprek met Charles van Kommenee in die eerste weken, waarin het er ons op ging. Wat is het antwoord op de vraag hoe je beter wordt van de uitstel van de Spelen? Of van zo'n periode waarin die internationale competitie stil komt te liggen? En we hebben daar een paar, denk ik, tekenen van kunnen zien. De records die Femke Bol heeft gelopen, die hadden weinig mensen denk ik zien aankomen. Het feit dat Annemiek van der Vleuten en Anna van Breggen ongelooflijk sterk uit die periode kwamen, net zoals een Sifan Hassan met wereldprestaties, of de Nederlandse roeiequipe die een recordmedailleoogst haalt op het EK, zijn absoluut tekenen van het feit dat er heel hard is doorgewerkt. En op een goede manier. We moeten ook eerlijk zijn, we weten dat niet bij alle sporten. Er zijn helaas nog heel veel sporten die niet of nauwelijks internationale competitie hebben. En het is belangrijk dat we met elkaar binnen de beperkingen van corona ook heel actief blijven over het realiseren van internationale competitie. Ik heb zelf met ongelooflijk veel plezier gekeken gisteravond naar de interlands van onze hockeyvrouwen en hockeymannen tegen Groot-Brittannië, beide met overtuigende winstcijfers. Tegelijkertijd moet ik dan ook zeggen, Gerard zei het al, wij zijn in een constructieve maar kritische dialoog met ons kabinet. We zijn ons er zeer van bewust als topsport in Nederland dat we niet tegenover het kabinet staan, maar dat wij samen moeten werken met onze minister-president Rutte, met minister De Jonge en natuurlijk onze sportminister Tamara van Ark. Dat is niet iets van wij-zij. We zullen het samen moeten doen. Het betekent niet dat wij niet kritisch kijken naar bepaalde besluiten van de overheid, van het kabinet, ook aangaande de topsport. En natuurlijk hebben we een gesprek met minister Van Ark als het gaat om de keuze om voetbal een uitzonderlijke positie te geven. Geen discussie dat dat dan voor mannen en vrouwen geldt. Dat steunen we uiteraard van harte. Maar wij zullen met de minister in gesprek blijven waarom die grens daar ligt en wanneer we weer ruimte zouden kunnen krijgen voor de Nederlandse topcompetities. Al is het alleen al dat buiten wat Gerard net benoemde als het verstrooiingseffect, het feit dat topsportcompetities op de televisie ook kunnen helpen, juist in deze tijd waarin we geacht worden thuis te blijven. Maar we moeten niet vergeten dat bijvoorbeeld in teamsporten die competities ook een belangrijk onderdeel vormen van de voorbereiding van de Spelen volgend jaar in Tokio. Onze hockeyploeg kan zeker nog heel veel trainen, maar ze hebben ook die competitie nodig, de sterkste competitie in de wereld, in het geval van hockey, om zich voor te bereiden en op niveau te komen voor de Spelen. Dus dat gesprek, dat zullen we zeer zeker en zeer nadrukkelijk met minister Van Ark blijven volgen. Om daartoe invulling te geven, werken we samen met de sportbonden in Nederland aan een routekaart voor de Nederlandse topsport. Die niet alleen aangeeft welke verscherpingsmaatregelen er zijn, maar die heel nadrukkelijk ook andersom ingezet kan worden. Dat op het moment dat we het virus sterker onder controle hebben en er minder druk op de zorg in Nederland zit, dat we dan met elkaar kunnen praten over hoe we de mogelijkheden kunnen verruimen.